gemeentehuis. Als je dan binnenkomt, dan links. Er is een pijltje ergens bij de deuren. Bij het ziekenhuis ook. Dit is de toespraak van meneer minister van Defensie. Hij is hier nog een kapel in van politie of zo? Nee, nee, dat is het. Zet u allemaal. Hoppa. Maar hoe bedoel je? Ik zie geen pijltje nergens. Welk rang ben je? Dan ben je gewoon op ID 90, dan kan je... Ik ga even op een stoeltje gaan zitten. Wacht, hè. Welk rang? De baas, maar welk rang? Sorry. Kapel 3, kapel 2. Ja. Kapel 3, kapel 2 of... Mooi dat voor matten deze hier zitten. Zo meteen jou. Kapel 3, ja. Oké, zoveel mogelijk in de zin er. Ja. Dan ga ik er direct aan beginnen. Even graag dat de motor aan het stil bleef met z'n gitaar. Ik kreeg in de ochtend een belletje van de koning van de heer Wesley. Dat er een wapentransport moest gehouden worden. De wapens zouden liggen op eiland en moesten vervoerd worden naar... wacht even, wat was dat weer? Nee, shit man, ik weet al genoeg. Ik ga weg hier. Het is allemaal nog kloters. Ik kan beter gewoon van naar benen naar regenbasis doen. Ja, klopt. Van eiland... De wapens zouden liggen van eiland. Hou het. Ja, doe gewoon van HB naar regenbasis. Ja, oké. Okay. Ik rij wel die grote bus. Van HB naar regenbasis. Oké, iedereen die met een wapentransport naar HB en no krippen. Oké. Okay. Ja, is goed. Daar behandelen we het verder. En wie... Dus iedereen gaan we tp'en? Waar moeten we naar tp'en? Voor de duidelijkheid is gewoon beneden HB. Ik rij die gewoon. Minister van Defensie. Nee, ik reed niet. Nee, reed ik al. I want to break free. Zit er eigenlijk nog meer marsjes in deze foto? The fuck zit er niet op binnen? Wat is de spancode van die grote gepantserde truck? Ik zie het toch geen tyfus! Ga niet delen. Waarom is er niemand op AB? Ja, ga je? Beneden. Waar gaan we afspreken? Bij de garage of? Ja, beneden AB. En wat is de spancode van die grote truck? Ik heb geen flauw idee. Weet iemand dat? Bedoel je rally truck? Hem in die AMBB ding, die mag hem even opzouten met die AMBB. Ja, eigenlijk een soort rally truck, maar een hand van de politie die ook echt gepantserd is. Maar dit kan ook wel, die rally truck. Ja, gewoon die en dan een andere kleur. Ja, ik ga wel van een... Ja, boys, ik ga van een pimpje. Nee, gewoon even een station naar de tune shop. Oh. Yo, wat is er gaande? Heb het transport. We gaan zo meteen vertrekken naar het eiland, helemaal er verderop. En dan maken we ons klaar. Meneer, we gaan naar de legerbasis. We gaan naar de legerbasis, gaan we rijden. Dan nemen we de wapens, nemen we in beslag. En dan rijden we op normaal tempo, gaan we naar het politiebureau. Oké, okay, ik doe mee. We doen nog in het gunners. Ik wil graag reden wat... naar legerbasis. Ik geef weer reden naar politiebureau. En dan is het kloor. Is dat begrip? Ja, begrijp me niet al. Net braam weer. Pak allemaal. Ja, helemaal goud me jong. Pak allemaal V-krassen. Allemaal V-krassen. Ik wil graag wat auto's bij de truck hebben. Ja, ik ben van ook. Waar zijn jullie dan? Ik ben gisteren. Meerdere auto's politiebureau. Of we zijn op AB. We gaan bij de regenbasis de wapens ophalen. Ik ben van actie spannen. Ik spel wel even het uit te zien over. Ik ben in de
Ik wil even Twitter dat mensen het weten. Is gewoon over. We kunnen beter even wat wapens nu in de truck doen. Ja. Wie doet er een paar AK's in? Ik wel. Graag achter de bus. Ik wil even een AK'tje erin. Sorry, of ik zit er vast uit, is helemaal klaar. Is dat gehoord? Positief onderrief. Alright, wacht even, buffa. Ik zou zeggen nog, waar motoragenten... Zijn er maar achter neer. Ja, precies, dat we... Misschien twee motoragenten die steeds... We hebben nu genoeg auto's. Kan in iedere voertuig kunnen het vier personen. Is dat gehoord? Die Jute zat maar nu al even van mijn hoofd. Of die... Wie had... Hey jongens, wie had er de camion besturen? Transport. We gaan naar de grootste hangar, ja? Daar is het. Er zitten 3 AK's in en 1 M1911. Kunnen we rijden? Ik ben niet eens agent, maar ik zag deze auto niet staan. Dan mag je even opwachten. Dat is mijn taxi. Meneer, wilt u dan even trein gaan verlaten? Ja, ik ben bezig. Als je neemt. Meneer, even weg. De Zulu en ministers van Defensie reden allebei in de camion. Ik ken dat woordje dat nooit gehoord. Die is zo goed. Ik heb het gevoel dat we weer actuele leuke. Ik heb de penis in mijn hand, ja. Mag ik hier weg als het nu? Wat Porto check. Check. De G-kast gaat rijden. 1721. Ja, kan ik het zien? Ik kan het er niet zien, jongen. Niet al te snel, maar. Niet al te snel, pa. Zachtjes. Op elkaar moet ik naartoe gaan. Leg zo maar vast op mij. Nee, wacht even. Nee, naar links. Ja, ik heb het recht gedaan. Ja, ik ben er. Graag achter en voor rijden. Naast een beetje gevaarlijk. Naast kan ik ook. 1721. Ja, we gaan linksaf. Kom maar. Diegene met de roze neon, is dat eentje van ons of? Nee. Oké, beuken, want het is best dichtbij. Niet zo overdreven. Niet overdreven beuken, gewoon een beetje normaal. Ja. En dan dus noodstoot schieten. Je hebt kans dat er heel veel mensen gaan wachten. En dat denk ik dat er gaat gebeuren. Wacht, stop even hier rechts, ik moet even iets doen. Even een max upgrade. Iedereen opstapelen langs het transport, dus een beetje de halve cirkel. Hey, niet doodschieten, gewoon zeggen weg. Ja, we kunnen weer vertrekken. Persoon van DRC over. Ja, die GTR is van DC. Niet mensen doodschieten. Oké, nog een paar agenten naast het transport als Ja, ik ga wachten. Jongens, we gaan best wel snel. Ja. Veel zachter. Oké, jongens, Het zijn linkersnurk, wapentransport. Als er wordt geschoten, ga je gelijk stilstaan. Jongens, als de druk stilstaat, moeten jullie in de halve cirkel. Ja, ik zie. Ik pik je daar. Ja, is goed. Ik ben niet klaar. Als er iets wordt uitgepikt, zien we dus wel. Ik kan het zijn. Ja. Ferrari. En Ferrari. Ga je verder.
moet aanrijden. ID 110. Hey, stop in. Stoppen, ik kan alleen mijn bad leuk. Ja, stoppen. Stoppen? Zijn jullie nu? Waar zijn jullie? Ja, bandenlek, allemaal bandenlek. Gaan we weer. Bandenlek? We gaan weer. Ja, we kunnen weer. Iedereen instappen. Is iedereen ingestapt? Nee. Mercedes. Waar rijden jullie nu? We rijden nu Rinkensnelweg, nee, bijna bij de bank. Hey, Daisy. Hey, Daisy, schiet niet op de bus. Hè? Ik zit er achterover. Er zit één Ferrari achter ons. Er komen meer auto's aan. Wacht tot ze echt hier dichtbij zijn, want anders gaan ze wel daar. Blijf wacht, een beetje als ze bij die brug. Bid die Ferrari en die Bugatti allemaal maar. Ja, is goed. We moeten even door. Ah, oh, je kan niet zo hoor. Bandrijf. Ga stilstaan, we moeten gaan opstellen. Je kan niet doorgaan. Ja, hier, op, nee, hier staan, heb nu. Een van die busbandje lek. Ergens helikopter nodig. Oh. Ja, Rinkens wel weg. Nee, hey, handen omhoog. Bus uitstappen. Handen er maar boven. Ja, zie je dan? Ja, ik rest op die bus nu. What the fuck, dude? Ik heb de busje. Oké, waar ga je mee in mijn gang uit? Ga je mee in mijn gang uit? Geen handen omhoog, jullie schieten. Ah, je staat niet uit. Ik heb een busje, boys. Ik heb een busje. Netjes gedaan. Hé, ga eens even eruit, je bent dood geweest. En hey, wat doe jij? Hey, ik word geabused. Zakken denk erop wel. Iedereen mag eruit. Meneer mag gaan. Dat is zo naast mij. Naast mij in de bus. Ik ben er nog zo. Kom maar. Wat zal plan instappen? Iedereen terug naar het busje, want hij was nog. Maar ik ben van de DSL. Is het gestopt, de snaio? Ja, jongens, voor de politie zelf. We gaan het niet meer overnemen, ze hebben het mooi overgedaan. Ja, we kunnen niks tegen doen. Gaan we terug naar HB? Allemaal terug naar HB, we gaan misschien even iets bedenken. Even naar beneden keer. Ik ga weer naar beneden toe. Ik doe wel die nabriefing. Ik heb net in de bus gezeten. Ik word de beeld geschoold. Ga even naar de kant. Hij is dood. Even voor de garage komen staan, dan gaan we even zo meteen met z'n allen naar die kamer toe. De briefing? Wilt er iemand de koffer op de kamar? Beneden voor de garage staan. Allemaal naar de garage toe. Allemaal beneden voor de briefing. Voor de garage toe. Ik ben beoefenen. Dan gaan we even een kamer zoeken. Wie reed die bus? Ik rijd nu naar Beethoven. Ik kom maar de garage in. TP maar gewoon even. Ik zat in de bus. Je kan TP'en naar ID 90. En waar is zijn kamer dan? Maar ik weet het. Ik weet niet, maar ik verwacht het dan. Ik vooraan en alleen maar op mij gemaaid. Waar is er een trap? Dus boven, kom maar. Dus boven.
Ja, hier is die trap. Helemaal naar boven. Niet boven, maar nee. De eerste, de normale. Ah, okay. De normale. Ken je allemaal? Als het goed is, is het daar. Ja, ik ben maar op ID 90 erbij, hè. ID 90. We gaan naar de briefing room op post op de eerste verdieping. Ja, gewoon hier, aan. Kijk, ik ken toch wel. Ja. Er zijn twee briefing rooms. Niet hier, hier niet hier, niet hier. Ben er. Hier beneden, kom. Ik ben onderweg, collega. Moet een zoelen op de parking of op de luchthaven? Allee, op de. Ja. Op het vlieggedeelte. Ja, de, op de H. Moet er niet van mij. Hier. Ja, hier, kijk. Hier, hier. Ja, jongens, hier is het. Ja, ja, ja. Ja. TP maar. Ik moet naar boven staan. Jongens, even weg. Hier weg. Oh, ik moet die ook staan. Ik moet die ook staan. Ik stond die omdat ik helemaal vooraan reed. Nee, maar ik stond in die fucking bus. Maar nee, ga niet met z'n allen hier staan. Ja, maar ik reed in de bus als deze. Ja, pak dan je normale uniform. Hey, jongens, ik weet niet of jullie het weten, maar ik heb hier de leiding in dit. OVD, mag even weg. Ik ga je spreken, want ik heb hier de leiding van weg. Even zitten, OVD. Boys, ga allemaal gewoon even zitten, jongen. In eerste van de fancy. Moet je naar briefing room komen of op de parking? Ik ga je toch ook een woordje spreken. Oké, ga eerst een helikopter beter halen. Ga OVD, jongen, OVD. Ga gewoon fucking zitten. OVD, ga gewoon eerst even zitten. Jij ook even, meneer. Ja, maar ik ging wel een woordje doen. Oh ja. Ja, ja, mag je straks doen. Je mag zo een woordje doen. Moet je eerst even daar zitten. Ja, is goed. Meneer met de brouwhoed. Wat? Ja, ik reed helemaal brand. Oké. Ja, ik reed in die fucking bus. Je mag zo meteen ook een woordje, net zoals hem. Maar dan moet je wel eerst even daar zijn. What the fuck, spoot je komar en zegt dit van? Je moet eerst even op de stoel zitten, want dan mag ik niet lopen. OVD even daar weg. En OVD ook. Oké. Okay. Ik als minister van Defensie wil eerst even een dankjewel zeggen voor het medeleden. Ja, ik bedoel dan niet van maar medezaakleden aan, wacht even. Aan daar. Deze twee. Deze. Dizzy, met hem, ja. Voor goed te helpen alles onder te houden met geen probleem. Wie de zaken heeft. Ja. Ik weet niet of jij nog een woordje wil zeggen. Ja, ik wil het wel zeggen. Ja. Ik heb het allemaal goed hebben gedaan. Jullie deden goed posities pakken, reden goed. Ja, jullie hebben allemaal goed geaardied. Gewoon goed gereden. Jammer dat we net niet. Ja, maar op welke verdieping is het? Volgens mij wel deze ook nog wat zeggen. En daarna mag ik beginnen met de boven. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het meedoen en het helpen van de wapentransport. Hopelijk nog de volgende keer. En ja, ik vond gewoon dat jullie het heel erg goed hebben gedaan. Dus tot voor de volgende keer. Ayu paraplu! Yo, thanks man! Thanks! Thanks! Laat er nou iemand iets zeggen? Op welke ID moet ik typen? Ja, of niet meer, het is al voorbij. Okay, het is klaar, boys, het is klaar! Het gaan we kunnen. Beter, vind ik. Nog een happy, of ja, gewoon nog happy, leuk. Dat is leuk. I am naar mijn kantoor, Juke. Wat dan? En jij zit ergens hier even een bijzondere security in dienst. Bijzondere security? Ja, bijzondere beveiliging. Wat is. Wacht, die speciale interventie kan iedereen verzamelen. Moet KCT er ook bij horen voor de hele of niet? Ja. Welke ID heb je op de PS? Is er hier 95. 9, 5. 5, 9. Wat gaan we nu doen dan? Is er een dikke de B-dienst? Wat gaan we nu doen dan? ID 95 kan iedereen spelen. Is er nergens dikke de B-dienst? Okay, ik heb verzoek ingediend. Hier. Dank u. Oh, goeiedag. 95 zei je? Nee, ID 59. Ja, ik zit in mijn kantoor. Ja, ik ga zoeken, snap je? Ik ga patrouilleren. Ik kan accepteren. 141 staat.
Wat is staf. Sergeant. Minister van Defensie, gaan we nog een pins neerzetten? Ja, maar het ligt er al wat jullie willen doen, hè? Ja, maar maakt mij niet zo fout. Ik zit in het kantoor van de sergeant. Dat zullen we me kijken. Hoe kan ik te pijen? Yes, ID 80. Zeg het eens! Oh, werd gezegd dat ja, altijd. Een blokkenpak zijn altijd koters. Ja, boeien. Hé, hey, hoofd schrijft met een D, hè? Ik zeg het alleen maar even. Ja. Ja, sorry. Dat ik gewoon weer even als normale politie motor ga. Hallo. Minister van Defensie, waarvoor, welke rang moet je daarvoor hebben om motor ding te worden? Want kom maar. Wacht, heb ik even gekeken naar mijn dingen. Even die poort uitgezet. Ja. Agent. Graag, kijk uit. Van agents en... Shootout, status 7 of zo, dat weet je wel. Ik heb echt mijn portaal uitgezet, hoor. Ja, waar zijn vanaf de agent en motor. Ja, een rode garage. Want de collega van de motor wordt heel te aangereden. Maar wat is dit van? Wat is dit van? Ik weet niet wat we nu kunnen doen. Ja, KST, dat is altijd zo'n chaos. Ze schreeuwen overal, ze rennen overal, ze schieten overal. Dat is ook niet leuk, denk ik. Waar zijn ze? Ik denk niet maar hen dat wat we nog kunnen doen. Zoele koppel bij schoten door de garage. Ja. We kunnen wel een keer aan. Kan de Noordkrapolitie? Via Pietransportje gewoon ofzo. Staan er nog steeds... Via Pietransportje gewoon. Welke auto? Ja, maar... Wat naast. Eerst dat ik erop kom, hoort jullie nog dingen? Of Wordt beschoten? Momenteel zit er bijna niemand meer in rode garage. Zijn ze nog in rode garage? Hij is gevlucht naar... Hierheen?